Ik denk dat we wat dat betreft geschiedenis schrijven hier. Het is nog nooit voorgekomen dat zoveel mensen naar het gemeentehuis zijn gekomen om hun afkeuring te laten blijken ten aanzien van het sociaal beleid hier. Dus wat dat betreft, applaus voor jullie. Goedendag. Kijk, ze spreken wel over Roda. Ze spreken over de jeugdzorg. Ze spreken niet over oudere mensen. Ja? Het is een van de meeste steden waar de meeste vergrijzing is. Dat is hier in Kerkraad. Dus daar moeten ze even rekening mee houden. En wat ze jaren gedaan hebben, dat ineens zo af te nemen, dat vind ik niet goed. Een regeling die door de PvdA in hun verkiezingscampagne werd genoemd als een van de zaken door hun toedoen tot stand is gekomen. 2 maanden na de verkiezingen neemt diezelfde PvdA, gaat akkoord om de regeling weer af te schaffen, terwijl de toezegging was en aan u gedaan is om deze regeling zeker tot eind van dit jaar uit te voeren. Dat die 125 euro ons gekloot wordt. Meneer de Jonge die zegt, we krijgen het. En dan, als hij de stoel heeft en warm is, dan gaat hij. En klauwt het ons af. Schandalig. Het interview van huisarts Passage gezien. Dat was ontzettend heftig. Dat heeft mij als het ware helaas de ogen geopend. Ik had niet gedacht dat het zo heftig in Kerkrade was. En ik had zoiets. Hier moet aan de weg getimmerd worden. Ik zeg zo, hè. Ze moeten ook eens denken aan die oudere mensen die van 14 jaar Nederland hebben opgebouwd. En die pensioen wordt altijd weniger. En nu kregen we zijn toetje. En dat wordt weer weggehaald. Victor van Vink, dat is incorrupte bende. Ze moeten nog meer je voetje van Roda. En dat is namelijk ook gebeurd. En alle lui pakken ze alles af. Dat voel ik effectief. Ik vraag me af dat meneer Jonge de mensen nog recht in de ogen durft te kijken. Die 125 euro afpakt. Ik voel me bestolen, ja. Niet alleen ik, maar ook de mensen die het echt nodig hebben. Er zijn mensen die zijn nog slechter aan toe dan mij. En dat vind ik triest. En daar moeten we tegen een opstand komen. Er komen in Kerkrade mensen steeds meer ouderen. En als we het dan over meer ouderen hebben, dan hebben we het ook over meer zorg, over meer aandacht, over meer eenzaamheid en over meer financiële middelen die nodig zijn om de ouderen in Kerkrade op een prettige manier oud te laten worden. Mensen laten weten, nog nooit was er zo'n veel protest in Kerkrade tegen een raadsbesluit. We hebben al in de politieke arena gediscussieerd, heeft niet geholpen. We hebben met de alliantie gepraat, heeft niet geholpen. Dus maar wij gaan door de dag, we krijgen wat we recht op hebben. Genoeg is genoeg, genoeg is genoeg. Neem het harte en doe er wat mee. Dankjewel. Ja, dankjewel. Beste mensen, burgerbetrokkenheid stel ik zeer op prijs. En ik ben ook iemand die met jullie discussie wil aangaan en ook hier durft te staan om die petitie in ontvangst te nemen. En wij hebben, midden dit jaar, hebben wij een niet populaire beslissing moeten nemen. En geen fijne beslissing. We hebben die 125 euro afgeschaft. Ja, en dat hebben wij gedaan. Even wachten. Dat hebben wij gedaan omdat wij ontzettend veel geld tekort krijgen van de overheid. Wacht eens even geduld. Wij hebben tevens gezegd dat wij ook een regeling hebben waar mensen gebruik kunnen maken van de bijzondere bijstand en combinatie. We hebben in het kader van de sociale regeling die we in Kerkrade allemaal overeind houden,
hebben wij een boekje laten maken. En dat is een boekje rondkomen met een laag in koel. Dat hij dat zelf doet. En wat ik probeer te zeggen,